Lief, hè? Ik wil trachten. We gaan hem vloggen. Voor hem. Is het dragen. Kijk dan toch. Altijd een bron van vreugde te zijn. Hij grommelt helemaal, die poes. Ja. Hij is helemaal... Dacht je nou dat het een kat was? Nee, een hondje. Het is een hondje, hoor. Geef mij maar Amsterdam. Ja, dat is Amsterdamse, mevrouw Jurgens. Geef mij maar Amsterdam. Mijn Amsterdam paradijs. Geef mij maar Amsterdam. Met z'n Amstel en de Nij. Zo, onderweg naar het gemeentehuis. Voor een uitreiking van een prijs. Aan een fotoclub. Wie de mooiste foto heeft gemaakt. Leuk. Dus dat gaan we doen. Later. Nu nog onbekend achter deze doeken wie uiteindelijk de winnaar wordt. Gaan we later meemaken. Die winnaar is al bekend, dus dat is niet meer een verrassing. Maar goed, de andere categorieën zijn wel nog een verrassing. Ik weet niet hoe we het gaan doen. Zij is al bekend, dus laten we haar eerst even onthullen. Dat vind ik dan zelf wel het leuk. Dat vergeet ik dus niet helemaal. Daar hoort een beker bij. Zullen we hem... Alsjeblieft. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En dan gaan we nu de foto onthullen. Ja. En hij is, ik vind hem zelf inderdaad prachtig. Ik vind hem echt heel mooi. En ik heb begrepen dat je echt een amateurfotograaf bent. Ja. Dat je nog gewoon een baan erbij hebt en dat je dit als hobby doet. Klopt. Maar dat je wel verder ermee wil. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Oké, en hoe ga je dat doen dan? Hoe stel je dat voor? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want ik denk, ergens moet je op een gegeven moment een klik maken. Nou, in principe vind ik... Ik heb ook heel veel foto's ingezonden van mijn hond. En ik vind natuur en inderdaad hondenfotografie ligt mij gewoon heel erg. En... ik wil eigenlijk wat meer met hondenfotografie gaan doen. Gewoon via Facebook wat bekendheid eraan aangeven. En dit is echt de uitgelezen kans. Ja, ja. Dus, Oké, want ik was even aan twijfelen. Ik denk, je bent de winnaar van de afdeling natuur. Ja. Of van de afdeling dieren. In het cultuurhuis. Nieuwe Westen wordt nog steeds de feestviering gedaan. Maar er wordt ook nog steeds keihard gewerkt om alles mooi in orde te maken. Nou, we gaan eens kijken wat er allemaal nog te zien is vandaag, donderdag. Hier staat de beste, de knapst, niet weg. Ga weg met je handje. Sorry. Hè? Op de vlog, bij Wil. Jouw vlog was goed hoor. Ik heb De Lighthouse Singers. Een beetje chaotisch, maar er moet een beetje stoeltjes neergezet worden. En zometeen komt dat dik voor elkaar. Dat we er allemaal weer zijn. Nou, leer en beleef, die kent de Lighthouse Zingers, want ze zijn elk jaar bij ons in de bibliotheek aanwezig. En het is allemaal een hele gezellige middag. Vandaag komen ze voor de Seniorendag, want we hebben een meezingmiddag met allemaal leuke, oude, vertrouwde, oud-Hollandse liedjes. Nou, ik neem aan dat we ze straks allemaal mee kunnen zingen. Op dit moment
lieve mensen, zijn wij heel hard op zoek naar het sleuteltje van de piano. Maar, desalniettemin, wij kunnen improviseren, toch? Dus ik denk dat we straks gewoon even leuk, hè, a cappella, de liedjes gaan zingen. En zodra het sleuteltje aanwezig is, is een muzikale begeleider. Astrid van de muziekschool, die begeleidt u verder. Dus een hartelijk applaus voor Astrid. Astrid, waar is het sleuteltje? Goedemiddag allemaal. We gaan vanmiddag, in een, zo ongeveer zo anderhalf uur, gaan we één stuk instuderen van Annie Schmid, een lied van Annie Schmid. En twee liedjes van Annie Schmid die u alvast al kent. En als we tijd over hebben, kunnen we nog een heleboel andere dingetjes zingen. Maar dat eerste, dat is het IJzeren Huwelijksfeest. En dat begint bij u met O Juffrouw Pook. Oh. Die wel. Hij past niet, hoor. Hij is niet besteld. Oh. Ja, daar kom je een klik. Ja. Maar is die ook nou open? Ja hoor. Ja, oké. Zo, helemaal super. Kijk, dat komt hier maar wel. Nou, een beetje naar achteren. Oké, daar gaan we dan. Oh. Kijk twee eventjes mee. We gaan dus één liedje instuderen vandaag. En één liedje en de andere liedjes die kent u allemaal al. De oude Jacob, die kent u allemaal van Ja zuster, Nee zuster. En op een mooie Pinksterdag, dat is ook Nederlands erf. Ik ga het zien. Oké, als we nu even eens kijken, want er is een rol weggelegd voor de dames en voor de heren. Want de dames zingen Juffrouw Poog. En de heren zingen meneer Tan. Wat is het geval? Ik zal het voor u voorlezen. U kunt meelezen uiteraard. O juffrouw Pook, zei de Tang. Zei de Tang. Daar hangen we nou bij de oven. We kennen elkaar al zo vreselijk lang. Ik denk elke keer als ik naast u hang, we moesten ons nu maar eens verloven. O, meneer Tang, zei de pook. Ik wil nu direct met u huwen, want ik ben van ijzer en u bent dat ook. Dan gaan we tezamen door vuur en door rook. Dan ben ik voor eeuwig de uwe. Toen dansten ze samen van rinkinkong, van rinkinkong, van rinkinkong. De ijzeren sarabande. Toen dansten ze samen van rinkinkong, van rinkinkong, van rinkinkong. En ze legde haar geluk in zijn handen. Het koor van de eierkoken zong en zong en het zong. En het keteltje sloeg de maat ding-dong. En het vuurtje ging heel hard branden. Oké, okay. En die melodie, die
is natuurlijk strakjes voor de dames over de tank. Dat is hetzelfde meer dat je hebt. Dat is nu, dat is. Eén slachtoffer wordt nu momenteel onderzocht in de ambulance. Later meer erover. De snelle jongens van de politie ook te plaatsen. Hallo. Bij betrokken. Eén slachtoffer wordt momenteel in de ambulance onderzocht. En het betreft een kopstaart aanrijding. Het verkeer kan gewoon doorrijden. Maar die ene auto zit behoorlijk in elkaar, zeg. Jeetje. Het verkeer wordt momenteel omgeleid. Oh ja, helemaal achter zie ik ook nog van die blauwe pitten. Ja. Daar komt de takelwagen. Althans, als hij zo meteen door mag. De wind blaast in mijn microfoon. Niet voor het een of andere, maar hier komt echt de professionele bergen ter plaatse van de firma van Maat. Mario, hallo Mario. Yo. Ik ben eenmaal achter de kinders wonen net voor, maar die blokkeert expres de weg. Dus ik zeg maar weer dat we van mij even door. Hè. Stap je uit wat er niet zo leuk is. Ik zeg, De politie
heeft het hier ook mooi afgezet, zodat we er niet meer door kunnen. De rest de aanrijding op de Kanaalweg Westzijde vandaag. Ja, ik hoop voor de bestuurder dat het redelijk goed is afgelopen voor hem. Het was een behoorlijke knal, vooral de achterste wagen. Die was er behoorlijk opgevlogen. Ja, goed, hoop schade. Maar ja, ik blijf het zeggen, lieve mensen. Schade is te herstellen, maar menselijk leed. Never nooit. Oké, dat was hem. Ik zou zeggen, voor straks lekker slapen. Morgen allemaal weer gezond, hopelijk op. En je weet het, God loves you all. En hopelijk tot morgen uit een dag met Wil, met weer een nieuw item. Hoi! Hey, hallo. Staan we weer in de keuken, hè? Ja. Nou, dat was hem weer. Uit een dag van Wil. Nog een klein stukje film van gisteren. Opgenomen in de Rozenhoek. Gezellige zangmiddag. Nou, je hoorde mij zelfs nog een beetje meezingen. Ja, dat kan ik dan toch weer niet laten. Ja. Nou, en vandaag dan weer even in het cultureel centrumhuis geweest. Aan de Opzomerlaan. Nou, daar was een mevrouw die dus een liedje binnen een uur moest. De Lighthouse Singers met het publiek een nummertje gaan zingen. En ja... Voor de rest de aanrijding op de Kanaalweg Westzijde vandaag. Ja, ik hoop voor de bestuurder dat het redelijk goed is afgelopen voor hem. Het was een behoorlijke knal, vooral de achterste wagen. Die was er behoorlijk opgevlogen. Ja, goed, hoop schade. Maar ja, ik blijf het zeggen, lieve mensen. Schade is te herstellen, maar menselijk leed. Never nooit. Oké, dat was hem. Ik zou zeggen, voor straks lekker slapen. Morgen allemaal weer gezond, hopelijk op. En je weet het, God loves you all. En hopelijk tot morgen uit een dag met Wil, met weer een nieuw item. Hoi!